Wist u dat pipetten en tabletten tegen teken op verschillende manieren werken? Bij orale tabletten bijvoorbeeld is het noodzakelijk dat de teek zich vasthecht aan de huid van het dier en bloed zuigt om, via dit bloed, in contact te komen met het werkzame bestanddeel. Het vantix daarentegen heeft een afwerende werking en doodt teken zonder dat ze vasthechten en bloed zuigen. Kijk wat er gebeurt wanneer teken op een hond gebracht worden die 3 dagen geleden behandeld werd met een oraal toegediend tekenproduct dat niet afwerend werkt. De teken bewegen zich dieper in de vacht naar de huid toe en bijten zich vast in de huid op zoek naar bloed. Als we deze teken na enkele uren verwijderen en plat drukken, zien we duidelijk dat ze reeds bloed hebben opgenomen. Teken moeten immers, zoals eerder gezegd, bloed zuigen om blootgesteld te worden aan het werkzame bestanddeel. En daardoor zullen de teken sterven. Kijk nu wat er gebeurt wanneer we teken op een hond loslaten die 3 dagen geleden behandeld is met het Vantix. Hier zien we dat teken zich verspreiden over de vacht, maar in tegenstelling tot de honden die behandeld werden met het vorige product, niet dieper in de vacht kruipen. Er is duidelijk een afwerend effect zichtbaar, waardoor teken niet meer kunnen vasthechten en bloed zuigen. Het zogenaamde hotfoot-effect. Ze blijven dus niet op de hond zitten. Ook deze teken sterven, maar zonder bloed te hebben gezogen. Het kan gebeuren dat teken die al op de hond zaten binnen 2 dagen na behandeling niet gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de hond zitten op het ogenblik van behandeling te verwijderen om hen zo te beletten zich vast te hechten en een bloedmaaltijd te nemen. Het Vantix biedt een afwerende en tekendodende werking.